Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een do-it-yourself en deze is echt heel erg leuk, al zeg ik het zelf. Hij is heel erg zomers en heel erg kleurrijk en ik zag hem een paar keer op Pinterest voorbij komen en ik dacht ik moet hier iets mee doen. Ik ga gewoon mijn eigen versies maken. Dan heb ik het namelijk over deze sleutelhangers. Even serieus, hoe vrolijk en kleurrijk zien deze eruit? Ze zijn super makkelijk om te maken en heel erg leuk om te maken ook. Dit is natuurlijk ook heel erg leuk om te maken als cadeautje. Om weg te geven voor een verjaardag of gewoon zomaar aan je vriendinnen. Anyway, wil je weten hoe je deze leuke kleurrijke sleutelhangers maakt? Blijf dan vooral kijken. Wat je nodig hebt zijn deze leuke borduurgaren van de HEMA. Ik heb alle twee de kleuren pakjes gekocht. En ik begin met deze blauwe kleur. Eigenlijk is het heel simpel. Je pakt dit hele klosje en vouwt hem door midden. En dit wordt uiteindelijk je kwastje eigenlijk. Hoe zeg je dit eigenlijk? Hoe noem je dit? Vervolgens knip je eerst een stukje touw af. Die leg je eronder en die knoop je in het midden vast. Hieraan ga je uiteindelijk de sleutelhanger vastmaken. Doe er even een extra knoop in zodat die goed vast zit. En vervolgens knip je allebei de kanten los, zeg maar. Dus daar heb je dan touwtjes die vastzitten. Die knip je gewoon door allemaal. En vervolgens zoek je een andere kleur uit waar je het knoopje mee gaat maken eigenlijk. Kan natuurlijk ook met dezelfde kleur, maar ik vond het leuk om een contrasterende kleur te kiezen. Die wikkel je om het klosje heen eigenlijk. En vervolgens knoop je die ook vast. En daarna knip je die ook af. En dit is eigenlijk al de basis van je klosjes. En die kan je natuurlijk met allerlei verschillende kleuren maken, combinaties en natuurlijk ook met leuke extraatjes. Zo kan je bijvoorbeeld ook met een vork een heel leuk extra aanhangseltje maken. Bijvoorbeeld zo'n kleine pompom. Ik heb hiervoor geel gebruikt en het enige wat je moet doen is eigenlijk het garen over je vork heen wikkelen. Vervolgens maak je met een touwtje dit helemaal vast. Ja, een los touwtje gebruik je, die doe je ertussen en die knoop je vervolgens vast. Dan vervolgens haal je dit bosje eigenlijk van de vork af en dan knoop je hem heel stevig bij elkaar. En eigenlijk doe je dan weer precies hetzelfde als met de klosjes. Deze knip je allemaal door en vervolgens heb je een heel leuk pluizenbolletje die je er ook aan kan hangen. Ik knoop deze vast aan een ringetje, zodat deze makkelijk samen te voegen is met het roze klosje. En deze moet je ook weer goed vastmaken, want als je bijvoorbeeld als sleutelhanger of wat dan ook gaat gebruiken, is dat natuurlijk wel belangrijk. Dan knoop ik het roze klosje er ook aan. En deze doe ik aan de sleutelhanger. En that's it eigenlijk. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En wil ik je nog een paar tips geven hoe je bijvoorbeeld deze leuke sleutelhangers kan ophangen. Je kan hem bijvoorbeeld aan je etui doen. Heel erg makkelijk open en dicht doen is dit natuurlijk. En het pint gewoon net even je schooldingetjes op. Daarnaast zijn deze natuurlijk heel erg leuk aan je tas. Maar ook natuurlijk gewoon voor je sleutels. Want het is niet voor niks een sleutelhanger. Wees lekker creatief en hang ze gewoon overal aan waar je wil. Je kan er zelfs misschien nog een leuke ketting van maken. Of oorbellen. Je kan het toch echt niet bedenken. Laat vooral jouw creatieve uitspattingen met deze toffe sleutelhangers achter in de comments of een foto op Instagram of Twitter. Dat vind ik altijd heel erg leuk om te zien. Dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!